Hoi, ik ben Jerry en ik ga je in 4 stappen laten zien hoe je de bodem van je kruipruimte kunt isoleren met behulp van EPS-parels. Kruipruimtes. Je hebt ze eigenlijk in allerlei soorten en maten, maar wat ze met elkaar gemeen hebben is dat er vaak vocht in kan zitten. En dit vocht zorgt juist weer voor extra kou in je huis. En om deze kou tegen te gaan, plaats ik vandaag bodemisolatie en dat doe ik met EPS-parels. Met de EPS-parels creëer je als het ware een deken van lucht over je koude vloer. En dit zorgt ervoor dat de kou niet je warme huis binnenkomt. Naast dat kruipruimtes ook vochtig kunnen zijn, zijn ze vaak ook vies. Daarom draag ik oude kleding, heb ik voor de veiligheid een hoofdlampje op en gebruik ik handschoenen. En verder heb ik het volgende nodig. En klik hier voor een handig overzicht. Nou, kruipruimtes zijn vaak wat rommelig. Ik ga deze even opruimen. Daarna zorg ik dat de oppervlakte gewoon egaal is, zodat ik met EPS-parels een mooie egale laag kan creëren. Nou, kom je nou water tegen in je kruipruimte, dan kan dit ook duiden op een lekkage. Maar hoogwaarschijnlijk heb je meer te maken met hoog grondwater. En als dat het geval is, dan kan je het beste wachten tot een wat droge periode in de zomer. Hier en daar een beetje water is niet erg, want EPS-parels bestaan voor 90% uit lucht en daardoor blijven ze goed drijven. Twijfel je nou over de hoeveelheid water of denk je dat je een lekkage hebt? Klik dan hier voor nader onderzoek. Nou, tijd voor de volgende stap. We gaan de kruipruimte opmeten. Ik begin met het opmeten van de oppervlakte wat ik wil gaan isoleren. En zodra ik de lengte en de breedte maat heb, bepaal ik de dikte van de isolatielaag. Het is belangrijk om minimaal een laag van 10 centimeter aan te houden. De ideale laag ligt tussen de 35 en de 40 centimeter. Ik ga vandaag voor een laag van 40 centimeter. En dan kan ik verder met de volgende stap. En dat is bepalen van de hoeveelheid EPS-parels die ik nodig heb. Nu ga ik de hoeveelheid EPS-parels berekenen die ik nodig heb. Ik doe de lengte keer de breedte keer de hoogte. En dan weet ik exact de hoeveelheid liters die ik nodig heb. Op gamma.nl kun je zakken van 400 liter bestellen. In de winkel kan je zakken van 33 liter kopen. Ik ben zelf voor de 400 liter gegaan, maar heb ik onderverdeeld in andere kleine zakken. Die kan ik makkelijk de kruipruimte binnennemen. Dan zijn we klaar voor de volgende stap. Nou, ik begin in de verste hoek. En van daaruit ga ik weer richting de ingang. Dan kan ik er ook weer makkelijk uit. Nou, alle zakken liggen op de juiste plek. En op deze manier kan ik de achterste zak openmaken. De inhoud wordt door de andere zakken tegengehouden. En we werken van achter zo terug richting de ingang. Ik zorg dat ik de parels goed egaal verdeel. En ik zorg ook dat ik geen plekjes oversla. Want dat kan zorgen voor plaatselijke vochtproblemen. Dus goed opletten dus. Nadat je alles netjes hebt verdeeld, is het belangrijk om deze laag zo goed mogelijk te egaliseren. Maar zo ontstaat er overal een gelijke dikte. Ja, juist de hoogte. We zijn hier klaar. Zoals je ziet liggen die parels overal, maar gelukkig ook in de kruipruimte. Hierbij een korte samenvatting van de stappen die ik heb genomen. 1. Ruim eerst de kruipruimte goed op om een ongelijke bodem te voorkomen. Meet vervolgens het oppervlak van de kruipruimte. Bereken daarna de hoeveelheid EPS-parels die je nodig hebt. Vul de kruipruimte vervolgens met EPS-parels en verdeel deze evenredig over de gehele ruimte. Voor meer video's abonneer je dan op ons kanaal en voor meer klusadvies ga dan naar gamma.nl.